Hallo, goedemorgen. Welkom bij deze les. Nou, pak lekker je spulletjes er weer bij. Matje, handdoekje, kopje thee. Zet lekker muziekje aan. Ik zet bij deze les geen muziek op de achtergrond, zodat je zelf iets kan opzoeken. Goedemorgen, Marieke. Ja, ik ben er ook weer. Helemaal goed. Als je lekker muziekje zoekt, of je weet misschien niet zo goed wat je kan opzetten, je kan op YouTube of Spotify allerlei relax muziek vinden. Dat vind ik altijd hele leuke muziek, fijne muziek voor op de achtergrond. Je kan ook zoeken op pianomuziek, yoga muziek, Pilates muziek. Dat is allemaal lekker rustige muziek. Gitaarmuziek kan ook veel fijne muziek zijn. Als je op dat soort termen zoekt, krijg je akoestische achtergrondmuziek. Kijk, we zijn al met z'n vieren. Goedemorgen, mam. En laat het me weten als er iets aan de hand is met het beeld of het geluid. Maar aangezien jullie al iets getypt hebben, denk ik dat het wel goed zit. Anders hadden jullie het wel gezegd. Misschien kun je al een beetje zo lekker de schouders losdraaien. Als je net uit bed komt gerold, ben je misschien een beetje stijf nog. Dan voel je misschien wel verschil, hè? Als je eerst nog naar de sportschool toe moet, dan ben je toch al wel even wat langer wakker. En je bent al even onderweg geweest, dan ben je vaak al wat meer opgewarmd, alle spieren al wat losser. Kijk, daar is nummer 5. Goedemorgen. Het is ook leuk om te horen van leden dat ze de lessen ook terugkijken. Dat vinden wij ook echt superleuk om te horen. Ik vind het natuurlijk ook superleuk dat er live mensen meedoen. Maar dat ze teruggekeken worden, de lessen, is ook helemaal top. Dan kunnen nog meer mensen die op dit tijdstip niet kunnen, kunnen toch nog van de les gebruik maken. Nou, nog 2 minuutjes, dan gaan we beginnen. Blijf sowieso altijd het kanaal in de gaten houden, hè? Want er staan weer komen steeds weer nieuwe video's bij. Allerlei verschillende workouts. Ik zag nu ook weer een les met met de X-Go, dat hij erbij stond. Dus blijf het in de gaten houden. Blijf steeds lekker kijken. Dan zijn er misschien nog meer lessen die je leuk vindt. Nog 1 minuutje. Even kijken of ik helemaal in het beeld pas. Iets draaien.
We zijn met z'n zessen. Het is bijna tijd. Oké, kom maar lekker staan. Ah, Marie-Louise, goedemorgen. Nou, zijn de vaste deelnemers, die zijn er allemaal weer. De vaste chatters, die zijn er ook. Het is altijd leuk als jullie iets zeggen. Toch meer gevoel erbij dat er nog mensen live meedoen. In plaats van alleen dat ik een nummertje zie. Oké. Voeten op heupbreedte. En gaan we eerst even een paar keer diep in en uitademen. Adem in. En rek je helemaal uit. En blaas uit. En uit. En in. En uit. En in. En rek je helemaal uit. Maak je lang. Even lekker uitrekken. Rechts en links. Midden. En we gaan zwaaien. Eens naar voren. Een paar keer naar voren. Hendels. Nog één keer voor. Stap uit naar rechts. Rechts. En midden. Links. Maak het wat kleiner als je nog even een beetje op moet warmen en een beetje losser moet worden. Dus doe hem dan niet zo diep, hè. Doe hem bijvoorbeeld tot hier en naar de zijkant. En midden. En rechts. En midden. En links. En midden. Rechts. Nog één keer naar links. Nog één keer in het midden. En rek je uit. Maak je lang. Armen naar beneden. Schouders meteen omlaag duwen. Yes. Zet de voeten uit elkaar. Draai de voeten naar buiten. En knieën gaan opzij. Plaats je ellebogen tegen je knieën. Probeer je rug mooi lang te maken. Niet inzakken. Ja, toch? Vanaf de zijkant. Dus geen ronde rug, maar helemaal lang. Kijk hoe diep je kan. Hè? Als het niet zo diep gaat, blijf je hier. Blijf even rechtop. Dat kan ook. Hier wordt hij wat dieper. En dan zakken we naar de rechterkant. Oh, knak. Als het lukt, mag je je enkel op de grond houden. Hij mag voor mij ook zo. Het gaat erom dat je hem hier goed strekken. Enkel op de grond krijg je in dit been ook meer stretch. Maar doe het rustig aan en kijk wat lukt. Als je niet zo diep kan, dan ga je vanuit hier. Ga je opzij. Voel je hem hier ook stretchen. Draai in naar rechts. Draai hem om. Zorg dat je knie boven de enkel komt. Achterste been strekken op je tenen. Maak je bovenlijf ook hier weer zo lang mogelijk. Dus ga niet helemaal hangen. Til jezelf op. Strek die rug. Strek beide benen. Draai naar het midden. Twee voeten naar voren. Recht naar voren. En dan buig de knieën. En strek weer. Nog een keer. Buig de knieën. Laat je hoofd hangen. En strek. Vanaf de zijkant. Buig je knieën. En strek. Veeg eventjes de vloer met je vingers.
van rechts naar links. Buig je knieën, rol langzaam op. Neem je armen mee omhoog. Adem in. Rijk naar links. Rijk naar links. Verleng hier. En kom terug. En los. Andere kant. Voeten weer naar buiten. Buig je benen. Duw je knieën opzij. Goed, hou vol. En naar de linkerkant. Schuif je voet weg. Voel hier stretch aan de binnenkant. En draai hem in. Hou de knie boven de enkel. Adem rustig door en niet de ademhaling vastzetten. Probeer je achterste been zoveel mogelijk te strekken. Strek hem weg. Strek dan beide benen. Draai naar voren. Tenen wijzen naar het scherm. En buig de knieën. En strek. En buig. En strek. Je mag gewoon je hoofd laten hangen. En buig. En strek. Die geeft heen en weer. Buig. En rol langzaam op. Neem je armen mee omhoog. Adem in. Verleng je linkerhand. En rijk naar rechts. Maak je lang, voel je de stretch. En kom terug. Yes. Oké, schud los. Ik neem even een slokje. Even kijken of er nog mensen bij zijn gekomen. Ja! Goedemorgen allemaal. 8 mensen doen ermee. Helemaal goed. Fijn dat jullie er zijn. Schud even die benen los. Oké, 2 voeten op heup. Breedte. Dan verplaats je je gewicht naar je rechterbeen. Je linkerbeen komt omhoog. Pak je vast en je trekt hem een stukje omhoog. Vanaf de zijkant gezien. Hou hem daar vast. Met je linkerhand hou je hem vast en je draait. Nou zeg, het draait hem open. Hou die balans. Voel dat die spieren in je enkel moeten werken om te corrigeren. Wil je benen aangespannen,
billen, buik. Schouders zijn laag. Draai hem terug. Dan, niet meteen dit been laten vallen, maar je steekt hem door naar achter naar een vliegtuigje. Let op die heup. Laat de heup niet wegdraaien, maar hou hem recht. Ja? Kijk hoe ver je kan. Hij mag ook zo, hè? Je mag hem ook schuin omhoog vliegen. Hij mag ook meer horizontaal. Kijk wat lukt. Hou vast. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Been terug aan de grond. En zet hem neer. Yes. Oké, andere kant. Voeten naast elkaar. Plaats je gewicht naar je linkerbeen. Pak je rechterbeen op. Hou hem vast. Loop even naar. Spieren in je benen aangespannen. Billen, buik. Goed, hou vast. Naar buiten. Draai die heup. Dat been open in die heup. Kom. En terug. Niet meteen laten vallen, maar steek hem door naar achter. Probeer die tenen kniehoogte te houden. En naar voren. Staan. Span je been, je buik, je billen, je armen. Pak één focuspunt, schuin voor je op de grond. Je mag je armen opzij doen. Volgens mij deed ik ze net ook naar voren. Kan allebei. Dit is iets makkelijker voor de balans naar de zijkant. Hier maak je jezelf helemaal lang. Kan allebei. Als je goed focust. Hou vast. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En been aan de grond. En terug. Oeh, bij mij zakt het meteen al in die benen. Yes. Oké, ik draai de camera een klein stukje, want dan gaan we naar de grond. Kom naar je matje. Ja. Lopen we even samen powerhouse na. Benen voor je gekruist. Op een kussentje zitten als je dat fijner vindt. Je kan ook doen met de benen naar voren. Maak je helemaal lang. En ook als je benen nog niet zo prettig naar de zijkant die zo neer kan leggen of dat ze niet zo ver naar beneden kunnen. Als je op een matje of op een kussentje gaat zitten, dan kun je vaak die benen wat makkelijker voor je leggen. Maak je lang. Dus verleng jezelf, ruggengraat helemaal lang. Zak in. En lang. Span die bekkenbodemspieren aan. Hou vast. Blijf jezelf lang maken. En de bekkenbodemspieren aanspannen. En los. Even ontspannen. Maak jezelf weer lang. Bekkenbodem aanspannen. En die buik. Trek de navel naar binnen. Hou vast. Buikspieren zijn aangespannen. Die ademhaling gaat naar de zijkant, naar de flanken. Dus hier zet je die borstkas uit. Daar adem je naartoe, niet meer naar je buik, want dit is vast.
Trek die navel naar binnen. Ook die bekkenbodem hou je aangespannen. En los. En lang. Bekkenbodem. Buik. Let op die ademhaling en trek die schouders naar achteren en naar beneden. Alsof je je schouders zo naar beneden naar je broekzakken achterop je billen wilt trekken. Daar moeten ze naartoe. Voel het aanspannen tussen die schouderbladen. Let er meteen op. Want als je dat doet, trek ze naar achteren. Dat je niet dit krijgt met je hoofd en je nek. Hou je nek in het verlengde van die ruggengraat. Hou je kin in. Bekkenbodem nog. Buik. Hou het op zijn plek. Schouders. Kin in. En ontspan. Yes, zet de voeten naar voren. En zo zitten dat je af kan rollen naar beneden, dat je dan nog steeds op je matje bent. Ademen, beginnen voor. We gaan afrollen helemaal naar beneden. Je begint met het afrollen helemaal bij je stuitje, bij het bekken. Dat begint eerst met kantelen en dan volgt je rug wervel voor wervel helemaal naar beneden. Ook dat laatste stukje hier, want dan wordt het zwaar. Dan moet je hard werken, trek die navel naar binnen, dus niet dan ineens boem laten vallen, maar probeer dit laatste stukje ook rustig neer te leggen. Adem rustig een keer in en uit. Oh, niet helemaal op de mat. En als je weer terug gaat omhoog, eerst goed die buikspieren inzetten en dan blaas jezelf er doorheen. Blaas, 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 knijpen, knijpen, knijpen en omhoog. Terug naar beneden. Je kan ook altijd iets eerder stoppen en dan vanaf hier weer terug. Dus kijk wat lukt. Naar beneden. Wat je ook kan helpen, even mijn vest erbij. Als je een wat groter kussen hebt, het is een wat dikker vest, dus ik vouw hem even op. Als zijnde is een kussen. Als je die tussen je knieën zet. En je gaat dan. Je wil terug omhoog oefenen. Dan kun je hier knijpen. Dan knijp je in dat kussen. En dan zet je extra kracht om omhoog te komen. Dat wil nog wel eens helpen. Dat je meer kracht hier ook hebt. Als even ondersteuning. En als dat dan beter gaat. Dan kun je hem wegdoen en dan gaat de kracht weer meer vanuit je buik komen. Maar dit wil ook nog wel eens helpen dat je extra kracht kan zetten door te knijpen met die knieën in dat kussen. Ja, dus dat zou je ook nog kunnen proberen. Nog twee keer. Rol af, kantel dat bekken. Naar beneden, naar beneden, naar beneden. Neer, adem in. Terug omhoog. Rug is in de mat. En naar beneden. Doe het niet te snel. En omhoog. Maak je lang. En voorover. Yes. Oh, helemaal af naar beneden. Maak je even lang. En zet de voet op de grond. Gaan we nog even door met de variatie op deze oefening.
Je zorgt ervoor dat die voeten stevig op de grond staan. Knieën wijzen omhoog, dus laat ze niet wegzakken naar de zijkant. Benen stevig aangespannen. Die rug is in de mat, dus je hebt je bekken gekanteld. En die armen die gaan straks in de lijn van je benen. Dus je gaat niet hier omhoog komen straks, maar je gaat die kant omhoog komen. Net alsof je op wil rollen, maar we gaan niet helemaal. We gaan eerst een klein stukje. Dus plaats je armen, adem in naar de flanken. Trek die navel naar binnen en rol een klein stukje omhoog. Niet te ver, klein stukje op. Voel je vooral hier bovenin die buikspieren. Ja? Die voel je ook omdat je hem intrekt. Maar dit is het bovenste stukje. En adem in terug. Nog een keer. Adem in. En blaas uit. Klein stukje, hou vast. En terug, adem in. Nog een keer, blaas uit. Dus mijn handen gaan in de richting, dezelfde richting als de knieën. Armen en benen parallel aan elkaar. Dus niet zo. En terug. Nu gaan we twee stapjes omhoog. Adem in. Oh, die kant op. En omhoog. Hou even vast. Stop. Adem in. Nog een stukje omhoog. Adem in. Terug. Yes. Dus twee stapjes omhoog. Nou, dit blijft ook niet echt zitten. En adem in. Omhoog. Adem in. Nog een stukje. Adem in. Terug. Ontspan even. Adem in naar de flanken. Kom omhoog. Adem in, blijf hier. Nog een stukje omhoog. Adem in, terug. En ontspan even. Als je wil, even die benen lang. Even je buik lang. We gaan zo meteen nog 3 stapjes doen. Even nog een poging. Om een start vast te krijgen. Zo. Laatste keer. Adem in naar de flanken. Bekkenbodem aanspannen. Navel is in. Rug in de grond. En kom omhoog. Adem in. Nog een stukje. Adem in. Nog een stukje. Adem in, terug. Oh, adem in. En even pauze. Oké, nog een keer. Bekkenbodem, buik. Adem in naar de flanken. En kom een klein stukje op. Verdeel het goed, hè, die stukjes. Adem in. En op. Adem in. En op. En naar beneden. Span. Laatste keer. Adem in. En op. Adem in. En op. Adem in. En op. En naar beneden. En lang. Yes. Oké, zet de voeten neer. Dan komen ze in de lucht. En dan ga je hem eerst even goed positioneren. De knie ga je proberen of je die boven de heup kan houden. Niet te ver die kant op. Dat komt straks nog. Maar eerst recht erboven. Als je dat al een beetje te zwaar vindt, dan kun je hem altijd een klein beetje naar je toe halen. Maar hoe verder je die knie naar de borst toe haalt, hoe minder buikspierkracht het kost. Dus probeer een recht tafeltje. Dus hier een hoek van 90 graden en hier een hoek van 90 graden. Armen zijn naast je op de grond. Trek je schouderbladen onder je. Je been is helemaal goed aangespannen en die blijft in deze houding. En dan laat je hem een stukje zakken.
en terug. Andere kant. Laat zakken. En terug. De hele tijd is die rug in de mat. Laat zakken. En terug. En hou. Ruzie met mijn haar vanochtend. En terug. En uit. En terug. En laag. Je mag de grond aantikken als je rug in de grond kan houden, maar het hoeft niet. Kantel daar. Bekkenbodem aangespannen, schouders. Trek je naar elkaar toe. Nog vijf. Beide kanten. Hou je benen goed aangespannen. Nog vier. Nog drie. Nog twee. Nog eentje. En ontspan. Even naar je toe. Maak je ook even lang. Dan één been naar je toe. Je plaatst je handen aan weerszijden van je knie slash kuit. Een beetje hier in deze plek. En dan ga je zo meteen een beetje druk uitoefenen tegen je been. Dus gelijke druk met twee handen, zodat je been niet naar de zijkant wordt gedrukt, maar dat er wel wat extra spanning komt op die armen. Ja, als je net even wat meer die armen aanspant, wat doet je andere been? Die is gestrekt en dan gaan we steeds wisselen. Kijk hier hoe laag je je been, of hoe hoog je je been kan houden. Ja, als het moeilijker is om je rug in de mat te houden, doe je hem wat meer hier. Schuin naar het plafond. Ja, en als je wat sterker bent, al in die buikspieren, je kan die rug goed in de mat houden, dan kun je hem wat lager doen. Ja, je mag, als je dat wil, ook die schouders optillen van de mat. Trek je kin in, let op die nek, hou hem in het verlengde van je rug. Oké, dan gaan we. Dus je kan kiezen of je schouders van de mat, of je legt hem neer. Kan allebei. Wissel. Wissel. Dus duw met die handen. Duw. 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 Nog 6 keer. Rechts en links. Wissel. Nog 5. Wissel. Nog 4. Wissel. Nog 3. Wissel. Nog 2. Wissel. 1. Wissel. Knie erbij. Ontspan. Even lang. Benen gaan omhoog. Strek je benen weer boven die heup houden. En je been gaat open. En wissel. Kruis één been voor de ander. En dan andere been voor de ander langs. Andersom. Wissel. Uit. Wissel. Span die. Binnenkant van die benen. Knijp ze bij elkaar. Wissel en wissel en wissel en wissel. 5. Nou, kramp je tenen. Moet je even de tenen naar je toe trekken. 3. 2. 1. En hou ze naast elkaar. We gaan even pauzeren. Kramp. Strek hem dan weer uit. En laten we de benen zakken. Je laat hem gewoon rustig zakken tot hoe ver je kan. Blaas daarbij goed uit. En haal hem dan weer terug. Dus, adem uit.
Adem rustig door. Hou hem even vast. Haal hem weer terug. Nog een keer. En laat hem zakken. Duw die rug in de grond. En terug. Niet te ver. Nooit in je rug gaan hangen. Als je het voelt trekken in je rug, dan hang je in je rug. Dan moet je hem iets minder ver doen. En terug. Even ontspannen. Omhoog. Alweer wisselen. Uit. Wissel. Uit. Wissel. Uit. Wissel. Uit. Wissel. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Span je benen al helemaal aan, hè? 9, 10. Bij elkaar. Laat je benen zakken. En laat zakken. Adem in terug. En laat zakken. En laatste. En terug. En even ontspannen. Gaan we nog één keer doen? Strek de benen. Open, dicht. Voor de binnenkant. Benen. Open, dicht. Open, wissel steeds van benen. Links voor, rechts voor. Links voor, rechts voor. 4. Trek de navel naar binnen. Hou de buikspier aangespannen. 6, 7, 8, 9, 10. En plak de benen aan elkaar. Laat ze zakken. Adem eerst in. En blaas uit. Adem rustig door. En terug. En laat zakken. En terug. Laatste. En terug. En ontspan. Strek uit. En zet de voet op de grond. Wat dichter bij je billen dit keer. En dan kantel je het bekken. Helemaal zodat je een holle rug krijgt. En dan de andere kant op. Bolle rug. Hol. Bol. Andersom, hè, moet ik het zeggen. Dit is een bolle rug. Dit is een holle rug. Nog 3. Nog 2. Nog 1. Oké. Duw het bekken helemaal omhoog. Voeten stevig in de grond. Schouders zijn onder je. Ja, je steunt niet op je hoofd of op je nek. Je steunt echt op die schouderbladen. Strek die goed onder je. Die heupen zijn omhoog. Ja, voeten stevig. Iets breder dan heupbreedte. Hou hem op. En weer rustig naar beneden. Rol hem echt af, hè, die rug. En kantel weer omhoog. Die wervels om de beurt van de grond af. En weer terug naar beneden. Nog 3 keer. En op. En laag. Voeten stevig op de grond, hè? Knieën blijven boven de voeten, boven de enkels. En rol hem weer op. Hou hem vast. 10, 9, 8. Span die bovenbenen, span die billen, span die buik. 6, 5, 4, 3, 2,
1. Hou hem vast. Let op, dan ga je alleen die bilspier even loslaten. Dan zie je dat je een heel klein stukje naar beneden zakt. En dan span je die billen weer aan. Span die billen los, bedoel ik. En aanspannen. Laat even los. En aanspannen. Laat even los. Aanspannen. Dit is wel, blijft wel aangespannen, die buik. Die buik wel aan te spannen. 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En 1. En helemaal naar beneden. Yes. Oké, even neer. Als je wil, even die benen losschudden. Hou je schouders goed weg van je oren. Bij mij kruipen ze soms ook zo. Dat zie ik dan ook op het beeld. Duw ze naar beneden. Nu zet je de voeten weer bij je neer. Vlak bij je billen. Maar dan de voeten en de knieën tegen elkaar. Ja, net hadden we ze een stukje uit elkaar. Maar nu plak je je benen tegen elkaar. Je kant op het bekken. En je duwt die heupen helemaal omhoog. Dan voel je het iets anders in die benen. Goed die billen blijven aanspannen. Goed de bovenbenen blijven aanspannen. Ook die buik. Maar hij voelt iets anders dat die voeten nu dicht bij elkaar staan. We gaan hem meteen vasthouden. Dus niet meer afrollen en oprollen. Meteen vasthouden. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ik zit even te twijfelen of we eerst weer naar beneden gingen. Gaan we even naar beneden. Of dat we meteen die bilspier gingen loslaten. Even de spanning eraf. Right. Zet je je voeten weer terug. Voeten tegen elkaar. Duw die heup weer omhoog. Hou hem vast. En dan ga je die billen even loslaten. En weer aanspannen. Loslaten. En aanspannen. Los. Al wel die buikspieren aangespannen, hè? Niet alles loslaten. Want dan zak je naar beneden. En dan val je naar beneden helemaal. Val je helemaal terug. Los. Spannen. 5. Spannen aan. Oh. En mijn benen gaan ook vanzelf zo. Ja, dat ze uit elkaar gaan zakken. Blijf ze tegen elkaar knijpen. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Eentje. En ontspan. Terug. Benen lang. Oh, benen lekker lang laten. En dan rollen we naar de zij. Ik ga nog even een slokje koude thee nemen. Hij is al een beetje warm. Oh nee, toch niet. Helemaal lang. Voor de zij. Voor de zijkantbenen en voor de taille. Maak jezelf goed lang. Span de benen aan. Ondersteun je nek. Zorg dat je hoofd lekker kan neerleggen. Eén hand voor als steuntje. En dan beginnen we met het bovenste been op. En laag. En op. En laag. Op. 3. 4. En 5. 6. 7, 8, 9, 10. Onderste been komt erbij. Op, erbij en laag, laag. Op, erbij, laag, laag. Op, erbij, laag, laag. Op, erbij, laag, laag. Oh, ik heb niet geteld. Nog 5. Op en laag. Laag. Nog 4. Nog 3. Drink ook hier aan die schouders. Trek ze bij elkaar op je rug. In die V. Nog 2. Nog eentje. Oké, plak die benen aan elkaar. Rit ze vast. En dan 2 tegelijk. Op. Dan komt hij meer in de taille. Nog meer. Op en laag. 3. En laag. 4. En laag. 5. En laag. 6.
7, 8, 9, 10. Oké, let op. Onderste been leg je neer. Hou even eentje voor als steuntje. Bovenste been gaat op. De knie gaat richting de grond. Je hoeft niet helemaal aan te tikken als dat niet lukt of als je dan omvalt. Strek uit. Terug. Op. Voor. Strek uit. Terug. 3. Op. Voor. 4. En. Let op dat je niet naar voren rolt, hè. Blijf op die zijkant van die heup. 5. En op. Buig voor. Strek hem hoog. En dan laten zakken. Dan 4. Volgens mij geef ik er nou eentje extra. 2. Eentje. En. Oké. Leg deze nou voor. Zonder dat je weer helemaal die kant op rolt. Dus hou die heup zoveel mogelijk op de zijkant. En dan gaat je onderste been op. Op. En laag. 9. En laag. 8. En laag. Denk een beetje in plaats van je tenen naar het plafond. Meer die hak naar het plafond. Dan voel je goed de binnenkant van je been. Dus draai iets meer die hak naar het plafond. Ja, op. Nog 4. Nog 3. 2. 1. En ontspan. Even buigen. Zo. Meteen naar de andere kant. Meteen die andere kant. Helemaal lang. Goed liggen. Ondersteun je hoofd en nek. Nek is in het verlengde van de rug. Hou je kin in. Schouders trek je terug. Benen zijn lang en aangespannen. Op. En laag. En op. Nog iets. En laag. Ja, op. En laag. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Onderste komt erbij. Op. Erbij. Laag. Laag. En op. Erbij. Laag. Laag. En op. Erbij. 4, op. 5, op. 6, op. 7. 8. 9. En 10. 2 tegelijk. En op. En laag. 9. En laag. 8. Voel hem in de taille. 6. Ook in je been. 5. 4. 3. 2. 1. Leg hem neer. Bovenste been. Hou één hand voor als steuntje, dat je niet omrolt. Hop. En hou jezelf ook tegen met die buikspieren. Hou die buikspieren en rug aangespannen. En 3, op, knie, op, en laag. 4, op, knie, op, en laag. 5, op, knie, op, en laag. 6, op, knie. 7. 8. 9. En 10. En terug. Leg hem voor. Onderste been op. En laag. Op. En laag. 3. En laag. 4. En laag. Strek tot onderste been. 6. En 7. En 8. En 9. En 10. En ontspan. Ja, benen naar voren. Ik hoop dat je hem lekker voelt in de benen.
En dan draaien we door naar de buik. Ga eerst even zo liggen dat je de benen goed ontspant. Even los. Buik en rug ontspannen. Zoek even die spiertjes in die rug die je straks moet gaan aanspannen. Hier onder in de rug moet je het gaan aanspannen om jezelf op te liften. Ja, probeer of je die billen en die benen ontspannen kan laten. Dat je het goed die rugspieren traint in samenwerking met die buik. Je mag je handen voor je houden, dat je voorhoofd op je handen legt. En dan op en laag, of je gaat hem hier naartoe brengen. Ik groet die schouders bij elkaar. Op en laag, ja. Armen voor, is iets meer gewicht aan de voorkant. Kies welke je wil. En daar gaat hij. Buik in, rug aangespannen en blaas jezelf als het ware omhoog. Op en laag. En op en laag. Adem in, adem uit. En laag. En op en laag. Blaas uit, op. Adem in naar beneden. En ontspan even. Nog een keer. Hou ik mijn hand even daar. Blijf naar je matje kijken. Ik praat even zo naar het scherm toe. Dus ik heb mijn hoofd gedraaid. Jij mag gewoon naar beneden blijven kijken. Ontspan die benen, billen. Trek die navel naar binnen. Span de rug. En komt die blaas jezelf omhoog. Klein stukje. Adem in, terug. En op. En in. En op. Als je inademt, adem in naar die flanken. Hè? Niet die buik tegen de mat aan duwen. En op. En terug. Laatste op. En terug. En ontspan even. Laatste keer. Trek de navel naar binnen. Span de rug. Adem in naar de flanken. En blaas uit. En terug. Adem in. Blaas uit. En terug. En op. En terug. En op. En terug. Nog eentje. En op. En terug, ontspan. Zet je handen naast de borst. En duw jezelf naar Child's Pose. Ontspan de armen. Ontspan de rug. Oké. Volgende oefening is ook even nog wat meer voor de armen. Pak hem die er nog even bij. En ook voor je romp. Dus blijf die buik goed aanspannen. Alles op zijn plek. Die core helemaal strak. Rug aangespannen. Buik aangespannen. En we gaan vanuit hier naar voren. Je laat jezelf zakken met je ellebogen zo dicht mogelijk langs je lichaam. En vanuit hier blaas je jezelf als het ware weer omhoog. Ook met die ellebogen dicht bij je. En je gaat weer terug naar die Child's Pose. Mag hier even pauze pakken. 3, 2, 1. Dus 3 tellen. En dan ga je weer. En naar voren. Dus meet het zo uit dat je handen bij de borst neerkomen. En naar voren.
Als je niet helemaal tot de grond komt, dan doe je zo ver zakken als lukt. Ja, dus dan ga je vanaf hier, klein stukje, ellebogen vlak bij jou, hè? En weer terug. Ja, dat kan ook. Wil je juist wat zwaarder? Ja, want dit gaat goed met die knieën op de grond. Je laat je onderbenen gewoon liggen. Nee, je kan jezelf echt helemaal langzaam laten zakken. Dan mag je het ook wat zwaarder maken door op je tenen te komen staan. Zet je tenen in de grond. Dan ga je eerst naar een plank. Ja, dus ga naar een plank. En dan zak je langzaam naar beneden. En dan leg je neer. Dan ga je via je knieën weer terug. Ja, naar beneden is even zwaar. Zat. Nog een keer. Op je tenen. Eerst naar een plank. En zak naar de grond. En leg neer. Laatste keer. Planken. Span heel je lijf aan. Oké, leg hem neer. Blijf even liggen. Heel even hier op de tijd kijken. Ja. Hier. Even liggen. Even armen lang. Duw jezelf weer op naar Child's Pose. Rijk even met die armen voor je. Voel de stretch op de schouders. En leg dan de armen naar achter. Laat de schouders even helemaal ontspannen. En pak dan even iets van een vestje als je het een beetje koud krijgt. Oh. Nog even stretch. Kom zitten. Kom liggen. Leg dan je rechterbeen op je linkerknie. En dan pak je je linkerknie vast, tussendoor. Laat je hoofd liggen. Je mag ook op een kussentje leggen als je dat fijner vindt. En dan voel je de stretch in dat been wat er overheen gebogen ligt. Dus nu, ik heb rechts op mijn linkerbeen. Als je mij spiegelt, als je het been... Als je met je hoofd daar ligt en je met de benen dichtst bij het scherm, is dit je linkerbeen over rechts. Dan met je andere voet even een rondje draaien. Enkel los. Je kan zelf zoeken waar de stretch zit. Of je misschien iets naar buiten moet duwen. Zet dit been neer, andersom. Zet even een spiertje, een beetje klem. Zo, zit goed. Zet hem neer. Benen naast elkaar. Laat je knieën naar één kant vallen. En de armen andere kant op. En probeer daarin echt goed
los te laten. Dus laat je benen echt hangen. Laat je armen ontspannen liggen. En draai de andere kant op. Open één arm, zodat beide armen opzij liggen. Open dan ook één been, waardoor je met de benen op, naar buiten komt. Knieën naar buiten liggen. En strek dan je benen. Strek je armen boven je hoofd. Adem heel diep in. Span alles aan. En ontspan. Blijf liggen. Leg je handen op je buik. En voel hoe je buik op en neer gaat met je ademhaling. Adem in en je buik wordt bol. Adem uit en je buik zakt in. Adem in. En adem uit. Voel of je hele lijf ontspannen is. Laat alle spanning los. Adem rustig door, in en uit. Als er gedachten in je opkomen die je niet wil, ga je met je aandacht terug naar je ademhaling en let je alleen op je ademhaling. Hoe die in en uitgaat, alleen maar in en uit. Blijf nog heel even liggen. Adem rustig in en uit. Sluit je ogen. En bedenk dan voor vandaag
Of als je deze les 's avonds doet voor morgen. Bedenk iets wat je voor jezelf zou willen. Iets positiefs. Tijd voor jezelf. Misschien wil je de tijd nemen om een wandeling te maken. Misschien wil je erop letten dat je wat positiever bent. Dat je vandaag iets minder moppert. Misschien wil je iets aardigs doen voor iemand anders. Bedenk iets, neem iets in gedachten. En neem dat voor vandaag of morgen mee. Laat het idee goed in je opnemen. En breng een beetje positiviteit naar jezelf of naar iemand anders. En dan mag je langzaam naar je zij draaien. En via de zijkant langzaam tot zit komen. Dan breng je je handen naar de zijkant. Adem je diep in. En naar beneden. En dan zeg ik dank jullie wel. Fijn dat jullie er allemaal weer waren. Fijn dat jullie lekker mee hebben gedaan. Ik hoop dat het weer fijn was. Laat weten als je er iets over de lessen wil zeggen. En dan zie ik jullie graag weer de volgende keer. Fijne dag allemaal. Graag gedaan. Doei.